Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu iedereen. Um, misschien heb je het gelezen, misschien heb je het nog niet gelezen, maar de eerst officieel teken van ongelijk behandeling voor moslims, de eerste officieel bevestiging dat moslims in Nederland tweede rang burger zijn, is nu officieel geworden. Um, als je nog niet weet waar ik het over heb, daar is sinds vandaag een officieel borka. Verbod ingevoerd in Nederland. En daarover wilde ik met jullie uh, gaan praten en wat gedachten uitwisselen. En zoals te verwachten zijn het met name de rechtspartijen die uh, zich heel hard voor hebben uh, ingezet al jaren, en de linkspartijen zoals we dat altijd kennen, en waarvoor ook ons dank. Uh, denk aan GroenLinks, SP en D66 hebben tegengestemd maar rechts is op dit moment populair extremisme in het rechtisme zou ik maar noemen is op dit moment populair het bashen van moslims is op dit moment populair dus iedereen die dat doet die krijgt een bos bloemen en die wordt geapplaudiseerd en die krijgt een buiging en die wordt op het toneel gezet en op een troon en je bent hip want je durft wat te zeggen we zijn helemaal de kluts kwijt met z'n allen tussen wat is tolerantie, wat is respect, wat is met elkaar leven, wat is multicultureel en wat is asociaal en wat is racisme en wat is haat. Dat loopt nu in één en elkaar door als een soort gekleurde was met witte was. Men kan niet meer de onderscheid maken tussen van wat is racisme en ongelijk behandeling en wat is haat, en haatverspreiding. Waar moet je wel of niet voor buigen? We zijn volledig de kluts kwijt. En daar in dat geheel, in deze trieste mix. Het is een trieste dag voor Nederland. Het is echt een heel trieste dag voor Nederland. Maar in deze mix is de burka-discussie opgegaan en verdwaald. En. Um, de meningen zijn oververdeeld. Het gaat niet om de boelka, zoals ik jullie meteen ga uitleggen. Het gaat om wat er nou eigenlijk gedaan is vandaag met dit besluit. Wat hebben wij in Nederland kapot gemaakt met dit besluit? En dat beseffen mensen niet. Dat is opgegaan in die discussie van haat voor moslims. Als de moslims maar lijden, dan is alles oké. Okay. Maar heel veel mensen beseffen eigenlijk niet, ook de Nederlanders, ook de racistische Nederlanders, beseffen eigenlijk niet waar ze voor applaudisseren en wat ze eigenlijk steunen. Zoals ik al zei, rechts bestaat uit twee groepen, in mijn beleving en in mijn mening. En dat is mijn mening, die ga ik hier ook vandaag uh, delen zonder een blad voor de mond te nemen. Um, rechts in mijn ogen bestaat uit twee categorieën. Rechts de atheïsten, blanken die niet in God geloven en uh, die uh, alles tegen geloof hebben. Als uh, geloof uh, besproken wordt, dan worden ze helemaal gek, moeten ze niks van hebben. Dat is één, atheïsten die zwaar tegen gelovigen zijn. En uh, christenen die geen andere uh, geloof willen tolere uh, tolereren. Uh, en daaronder eigenlijk ook de steun krijgen van. Alle andere geloven die zich uh, uh, door de islam bedreigd voelen. Dus het is de blanke atheïsten met name, waar ik, wat ik om me heen zie en waar ik om me heen hoor. Dus het, het, natuurlijk zijn er talloze andere voorbeelden en uitzonderingen, maar het grote gedeelte hier, wat ik zie, hier met name in het Westen, zijn blanke atheïsten die tegen geloof zijn. En racisten, dat valt ook daar een beetje onder, die geloven alleen maar in het blanke ras. En uh, uh, christelijke mensen die niks anders tolereren dan het christelijk geloof. En ieder ander geloof is eigenlijk niet goed, want Jezus zegt alleen via mij kom je tot God. Dus uh, ieder ander die Jezus niet wil aanvaarden als een God die dood is gegaan aan het kruis, is daarmee een bedreiging voor het christelijk geloof en hoort niet thuis in een christelijke samenleving. En vanuit die gedachtegang. Uh, uh, heeft, deze besluit, heeft dit besluit heel veel steun gekregen, met name uit deze twee groepen: Ik ben niet comfortabel met dit, dan neem je gewoon een hike. Go take a hike. You know what? You ought to be thankful that you have a pastor who stands on Bible doctrine and doesn't care what people say. And I don't care if 90% of people get up and walk out or 50% of people walk out. I don't care. Because you know what? I'm not going to pastor a oneness cult. Amen. I'm not going to pastor a Pentecostal church. I'm the pastor of a Baptist church. Amen. And if you're not a Baptist, then get out. Amen. We're not going to let a bunch of heretics come in and split this church and bring in all this junk. This church is going to be unified around Bible doctrine. It's not happening. And you say, well, it's just a sweetness and light. can we all get along? You know, we could all get along if people would actually believe the Bible. But they don't, so sometimes we have to crack some heads. If you're not comfortable with it, go down to Comfortable Baptist. So this pastor, ook very illustreert en presenteert en laat zien. Als je niet gelooft in de Bijbel, zoals hij dat zegt, ik vertik het om een God aan te kondigen die één is. Oneness zegt hij in het Engels. Oneness. Ik ga geen oneness cult. Hij noemt het een cult. Eén God, de eenheid van God, noemt hij een cult. Deze pastoor. Hij vertikt het. Hij zegt: ik ga geen God uh, 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 hier uh, met jullie delen die de eigenschap heeft dat die is, de eenheid van God, daar is hij tegen. Hij noemt het een kult en, en hij wordt helemaal boos en hij sluit af van: als je daar niet in gelooft, moeten we je hoofd breken, moeten we je schedel breken. Dat zegt hij. Hij zegt: als dat het is wat nodig is, dan doen we dat. Maar we gaan niet breken over één God. En dat is eigenlijk heel triest, want in Marcus 10, 18 zegt Jezus zelf dat er maar één God is. Dus deze pastoor. Is helemaal misleiden. Zo zijn heel veel christenen. Ook de christenen die tegen de moslims zijn. Snappen het niet. Um, tegen de eerste groep wil ik zeggen. Mensen die atheïst zijn. En niet geloven in een god. En ook niets te maken hebben met geloof. En ook geen geloof willen hebben in hun samenleving. Tegen dit soort mensen wil ik zeggen. Dit is, dat is water naar de zee dragen. En je bent heel tegenstrijdig in wat je doet. Ja? Jij als atheïst kan niet leven zonder een God, of jij dat wil of niet. Dan heb ik het niet over een God vanuit een geloof of een God met een heilige boek zoals in de traditionele betekenis. Ik heb het over de structuur die wij hebben in elke samenleving, kent een geloof. Dus ook jij die atheïst bent en niet in God wil geloven, hebt een geloof of je dat wil of niet. Wat bedoel ik daarmee? Wat is de definitie van een geloof? Laten we daarbij beginnen zoals we dat allemaal kennen. In de breedste zin, mainstream. Wat is de definitie van een geloof? Daar is een superpower, die staat bovenaan. Daar is een heilig boek. Er zijn profeten die dat boek verkondigen, vertegenwoordigen, de, de, de wil van God vertegenwoordigen. En er zijn onderdanen die zich daaraan horen te onderwerpen, over te geven. Ja, dus die, die vier lagen. Je hebt de superpower bovenaan, een heilig boek. De profeten die dat vertegenwoordigen, representeren en verspreiden en ervoor zorgen dat mensen dat goed begrijpen. En je hebt de mensen, de onderdanen die dat gaan volgen. Jij als atheïst hebt misschien geen kruis hangen in je huis en je, je bidt ook niet tot Allah of tot Boeddha of wie dan ook. Maar je bidt tot de overheid. De overheid is jouw God. Dat is de supreme power. De overheid van het land waar je woont, tenzij je op de maan of de maars woont, maar volgens de UFO... Community, heb je zelfs daar weer in de ufo-wereld die daar wonen, en nu ben ik een beetje gekscherend bezig, maar ook niet helemaal, heb je daar ook weer hiërarchie. Maar hier op aarde, hier op aarde en in Nederland specifiek, heb jij als atheïst, ook al ben je tegen geloof, heb jij een god. Al, al klap je uit elkaar van frustratie en onmacht, al ga je jezelf met de kont tegen de krib en al ga je gek worden van, van, van woede en frustratie en onmacht, jij hebt een god. En je hebt een heilige boek en je hebt zijn profeten. Wat bedoel ik daarmee? Jouw God is jouw overheid. Want de overheid bepaalt hoe jij je gedraagt zodra je je deur verlaat. De overheid bepaalt dat voor jou. In elk hoek van de straat, overal. Dat is jouw God, de overheid. Dan heb jij een heilige boek en dat is de grondwet. De grondwet is jouw heilige boek. Dan heb je de profeten van deze God. Dat zijn de politieke mensen, de politicians, die ervoor zorgen dat bepaalde beleiden, besluiten worden opgemaakt die voor ons allen dienen, waar we allemaal voor moeten buigen. En wat overeenkomt met de grondwet. Of jij dat wil of niet. En wij, de bevolking, iedereen die in dit land woont, hoort zich daar aan te houden. Dus. Ook jij, de atheïst, die dat wil of niet wil, je hebt een God, je hebt een geloof, je hebt een heilige boek, je hebt jouw heilige dagen, want hoeveel nationale feestdagen hebben we niet in Nederland? Ja? Dus jij bent niet anders dan mij, die moslim is en die gelooft in God met alles wat erbij hoort. Besef dat heel goed, je bent echt niet anders. Ook al praat je stoer en zeg je van geloof is achterhaat, dat is achterlijk, dat is niks voor mij. Jij hebt een geloof en dat is de ironie, dat is het triste eraan. Jij en ik zijn echt niet anders, wat betreft hoe wij de wereld zien en hoe we geloven. Dat is één. Dan gaan we naar de christenen. Want van de joden kant hoor ik hier in Nederland niks. Joden lijken op ons qua geloof en heel veel rituelen zijn hetzelfde. Dus over de joden ga ik niet heel veel uitweiden. Uh, um, ik ga naar de christenen uh, uh, kijken. Want de politieke partijen die zichzelf geroepen voelen om de moslims hier een tweede plaats in de maatschappij te geven, zijn ook christelijke partijen. Het is rechts- en christelijk. Rechts en En heel vaak zijn deze rechtspartijen, hebben heel vaak als doelgroep, richten hun pijlen ook op de christelijke doelgroep. Vandaar dat je ook zult zien dat de bejaarde doelgroep daaronder valt. Meestal, naarmate je ouder wordt, ga je steeds meer geloven, want je denkt van shit, ik ben ouder, straks leg ik zes meter onder de grond, wat gaat er gebeuren? Misschien is er toch wat. Laat ik het zekere voor het onzekere nemen en laat ik maar geloven. Dat is wat ik heb gehoord vroeger toen ik nog vrijwilligerswerk deed. Van mensen waar ik mee gewerkt heb. Naarmate je oud wordt, word je spiritueel wat rijper. Je gaat steeds meer nadenken. Niet meer over wat trek ik aan, maar waar zal ik eindigen als ik dood ben. Dus, visa à potato, potato, het komt allemaal op hetzelfde neer. De oudere partij, rechtspartij, christelijke partij. Ze hebben een common factor. Ze hebben iets wat hun bindt in welke mate dan ook. Dus om met de richten. Tegen de Christenen wil ik graag uh, 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 volgende boodschappen delen. Maar voordat ik naar de Christenen ga, ga ik eerst even met jullie kijken naar een paar eerst verschenen reacties in het nieuws over dit besluit dat de burka vanaf vandaag officieel niet meer mag in Nederland. Doe je dat toch dan riskeer je een boete van 400 à 500 euro? Overigens zijn we hier helemaal alleen in Nederland, jongens. Wij als moslims. Nee, ons dank aan de Raad van Staten. Ons dank aan de Raad van Staten, want die hebben tenminste nog wat ballen laten zien en die hebben kritiek geuit op dit, uh, op dit voorstel, wat inmiddels dus een wet is. Een aangenomen, het is een, een aangenomen uh, voorstel, het is gewoon een wet geworden. Die zeggen ook, critici van de wet spreken van symboolwetgeving. Onder hen bevinden zich niet alleen de politieke partijen die tegenstemden, maar ook de Raad van State, de onafhankelijk juridisch adviseur van de regering. Het is een onafhankelijk adviseur, dus die heeft geen enkel belang. Prima. En wat zegt deze? In, advies, in een advies aan het kabinet schrijft de Raad dat er in het voorstel weliswaar wordt gesproken over verschillende soorten gezichtsbedekkende kleding, maar, en nu komt de aap uit de mouw, maar dat het verbod het uitvloeisel is van bezwaren die specifiek gericht zijn op islamitisch gezichtsbedekkende kleding. De Raad van Staat slaat de spijker op de kop en die roept alle huigelaars om naar buiten te komen en hun kleur te bekennen. En daarvoor dank aan Raad van State. Dat is precies waarom, ondanks, ondanks, mijn pijn vandaag, ondanks mijn pijn vandaag, raakt dit me zo erg. En ik weet niet waar ik moet beginnen om het jullie uit te leggen. Het, het raakt me niet zozeer omdat ik moslim ben en dit zijn moslimvrouwen die beperkt worden in hun, in, in hun rechten. Dat niet alleen. Het raakt me vooral omdat we hier praten in het Westen over democratie. Arabieren kent geen democratie. Azië kent geen democratie. Noord-Korea kent geen democratie. China kent geen democratie. Het Westen wil geloven, wil ons doen geloven, dat alleen het Westen democratie kent. Terwijl democratie is een, een, een fabel. Het is een verhaal. Als democratie bestaat, bestaat Atlantis ook. Maar dan moeten we het nog vinden. Het kan best dat zoiets bestaat als democratie, maar dan moeten we het nog vinden ergens in, op de bodem van een oceaan. Democratie heeft nooit bestaan zoals dat beschreven wordt in de definitie. Onmogelijk. Nederland laat hiermee nogmaals zien en bevestigt hiermee dat democratie niet bestaat. Ook niet in het Westen, zeker niet in Nederland. Want waar gaat het om? Het is een wet van de hypocrieten. Mensen die iets hebben tegen de moslims, die nu eindelijk een stok hebben gevonden, eindelijk een scenario hebben gevonden, eindelijk een jasje hebben gevonden waarin ze hun haat en bezwaar af tegen de moslims en de islam kunnen aankleden. Die, die dat haat, dat racisme en haat, kunnen aankleden met een soort formeel legaal tussen haakjes, jasje, wat heet, wetvoorstel en. Uh, uh, via de wet iets kunnen bereiken. Dus via die weg hebben zij hun bevoegdheid gebruikt en misbruikt om een onderscheid te maken uh, uh, tussen moslims en ieder ander in Nederland. En dat is niet alleen met mijn mening, dat is ook de mening van de Raad van State, wat nogmaals een onafhankelijk juridisch adviseur is en die ook zegt: van het is doordrenkt met hypo hypocrisie. Het is doordrenkt met dubbel standard, met, met, met dubbel mate. En het feit dat daarbij genoemd wordt van bivakmutsen en helmen, en dat is onzin, jongens. Dat is onzin. Want wie loopt 24 uur buiten met een helm op? Wie loopt 24 uur buiten met een bivakmuts op? Wij weten dat dit alleen maar afleidingmanoeuvre is. Zo van, oh nee, om te voorkomen dat jullie denken dat we tegen islamitische vrouwen zijn. Kijk, we gooien er nog wat dingen in om jullie te verwarren, om jullie te verwarren zodat jullie geen argument hebben dat hier sprake is van puur racisme en ongelijk behandeling. Wat het eigenlijk wel is. Want dat zegt, wat zegt de Raad van State: wij weten dat bifak, mutsen, helmen, alles wat erbij wordt betrokken is onzin. Wij weten waar dit op grond is, dit besluit. Namelijk haat voor islam en moslims. En in plaats van dat mensen de ballen hebben om dat te zeggen, ook in, 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 in de Tweede Kamer, in Den Haag, wordt er allemaal en tijdjes omheen gehangen. Waarom? Omdat mensen hypocrieten zijn. Ze durven niet te zeggen, moslims, we haten jullie, ga weg uit ons land, want anders zijn dit de gevolgen. Nee, bifak, onveilig, dit, veiligheid, onveiligheid. Dus, oké, okay. ik snap, ik snap, als je iemand niet kan zien, dan is het onveilig, ja? Voor je die, die persoon, vraag hem van je maakt op mij een onveilig indruk in de context waarin je nu begeeft. Als ik op een bank in een park zit, waarom ben ik onveilig voor jou of ik bedekt ben of niet? Wat heb jij op dat moment met me te maken? Hoezo is jouw veiligheid in het gedrang als ik alleen zit op een bank ver weg van iedereen? Ik zoek mijn ruimte, maar ik wil net zo genieten zoals iedere mens. De kader is anders. Maar ben ik in een heel drukke ruimte? Ben ik op een station? Ben ik in een publieksruimte waar iets aan de hand is? Ben ik in een drukke ruimte? Op een hoek waar het heel druk is, waar het risico het groot is dat ik heel veel mensen kan vermoorden? In, in zo'n context kan ik me voorstellen dat je zegt: Van goh, daar loopt iemand die helemaal bedekt is. In dit context, in dit plaatje zoals het is, is het een risico. Geeft het ons een onveilig gevoel? Loop naar die persoon toe, zet hem opzij, gaan fouilleren. Maar bij voorbaat, de burka verbieden. Onder het mom van het is onveilig, want we moeten je kunnen zien. Dan moet je niet alleen maar de burka uh, 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 verbieden, maar je moet ook de muren verbieden. De bakstenen moet je verbieden. Want ik kan net zo goed in mijn huis een bom laten gaan. <coughs> Oh, ik moet dit niet doen, jongens. Ik moet dit niet doen. bezorg me echt te veel pijn in mijn gezicht. Maar ik het zit me zo dwars. Ik moet dit afmaken. Wat zei ik? Ja, als je een boerke wil verbieden, verbied ook de bakstenen, de muren. Want alles wat een, een, een belemmering vormt voor jouw zicht is volgens jouw definitie een gevaar. Dus we moeten allemaal leven in glazen huizen, zodat de overheid en iedereen dan alle tijd kan zien wat ik aan het doen ben met mijn blote billen als ik uit de douche kom, op de wc zit of wat dan ook. Dus per definitie moeten muren verdwijnen, bakstenen moeten verdwijnen, tassen als ik op straat loop met een boodschap, dat moet verdwijnen. Want volgens deze achterlijke definitie. Moeten wij van elkaar ten alle tijd kunnen zien wat je bent, wie je bent, wat je draagt, wat je bij je hebt, dan mag geen enkel wand in welke vorm dan ook bestaan tussen mijn ogen en jouw being. Of het nou kleding is, of het nou jouw auto is, of het nou jouw huis is, of het nou jouw tas is, of het nou jouw pet is, of het nou je bril is. Volgens deze achterlijke definitie moet je ten alle tijd. Transparant zijn, letterlijk en figuurlijk. Want als je het onveilig vindt dat ik hier in Nederland onveilig ben als je me niet kan zien, dan moet je het ook onveilig vinden dat je me niet in mijn huis kan zien. Want nogmaals, ik kan ook in mijn huis een bom maken en laten knallen en dan neem ik iedereen mee die aan me, tegen me aanwoont. Zie je hoe achterlijk het is? Zie je waarom dit hypocriet is, wassen neus is en waarom er eigenlijk een heel andere onderlaag is dan veiligheid? Het heeft niets te maken met veiligheid. Veiligheid kent zijn voorwaarden, kent zijn plek, kent zijn context, kent zijn kaders. Nogmaals, net wat ik zei: als iemand volledig bedekt is op een gevoelig plek, dan is dat op dat moment een risico voor de veiligheid. Maar in ieder ander context, laat de mens zijn wie hij is en vind je het toch nog nodig, ja, voor de persoon als je in politie bent of als je als Burger of veilig bent, geef de persoon aan bij de politie. Daar en daar zit iemand, ik vertrouw het niet. Wil jullie alsjeblieft komen? Want jullie hebben de, de, de bevoegdheid om die persoon te ondervragen. Ik niet. Kijk, zo hou je iedereen in zijn waarde en zo respecteer je artikel 1 en artikel 6. Maar wat we nu gedaan hebben, hypocriet, charade, toneelstuk, terwijl wij de moslims weten en voelen dat daar haat, racisme en ongelijk behandeling puur tegen de moslims aan, uh, 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 aan de, uh, aan, uh, waar het op gebaseerd is. Ik kom helemaal niet uit mijn woorden, jongens. Oh. Ik weet niet eens wat ik gezegd heb, doet niet toe. Dit is even tegen iedereen in het algemeen. Vertel me niet dat dit te maken heeft met veiligheid en onveiligheid. Want dat is onzin. Om de redenen wat ik net heb uitgelegd. Een van de tijdschriften, Roddelbladen die het uh, heeft gepubliceerd, dit besluit, het Burka-verbod, is Linda Nieuws. En Linda Nieuws die houdt zich, volgens eigen zeggen, bezig met de rechten van de vrouw hier in Nederland. En zo te zien zijn ze al een hele lange tijd bezig met zich te focussen op de rechten van de vrouw. Zoals we hier kunnen zien aan dit artikel van 2014, waarin ze uh, uh, um, dit delen. Super de helden. Zonder blote borsten. Dit zijn superhelden vrouwen, comic in de comics, die niet bloot zijn. En wat zegt uh, Linde uh, in, uh, in dit bericht, in dit artikel, wat ze dus in 2014 of zo had geplaatst? Kleine aanvulling, dit zijn dus comics die aangepast zijn speciaal voor de uh, comic-liefhebbers uh, in de islamitische landen, die dus geen blote actiefiguren daar krijgen. Ze zegt, wie kent ze niet? Batman, Superman, Spider-Man en Iron Man. De meeste superhelden zijn mannen. Als er al eens een vrouw een keer een superheld is, zoals Wonder Woman, heeft ze vaak dubbele zorgen. Naast de wereld redden, moet ze oppassen dat haar borsten niet uit haar strakke pakje knallen, terwijl ze al vliegende en zuizend het kwaad bestrijdt. Inderdaad, Linde. Hoe je kleedt heeft te maken met de kader waarin je je bevindt, het doel waarvoor het is, tijdstip, waar ben je, met wie en waarvoor kleed je zoals je je kleedt. Inderdaad. Dus er zijn wel wat beperkingen en wat regels aan hoe hoor je te kleden waar. Als je het kwaad gaat bestrijden, ga je inderdaad niet in een pakje waar je borsten zowat uit knallen, het eh, kwaad bestrijden, want dat slaat nergens op. Dus. Wel degelijk, wel degelijk uit, ook vanuit de logica, ook al zou dit cynisme zijn, zijn er regels aan van hoe kunnen we ons kleden, ook vanuit de logica nogmaals. En is het in wezen ook niet wat heel veel dames doen op dagelijks basis: het kwaad bestrijden, door zichzelf goed te bedekken en minder te laten opvallen. Hoe vaak en hoeveel nieuwsberichten hebben we niet moeten aanhoren en zien. Op lokaal tv, nationaal tv, internationaal tv. Vrouwen die verkracht worden zomaar. En hoe vaak en hoeveel horen we niet verhalen van polities die zich gedragen als vrouwen, zodat ze daarmee mannen kunnen pakken. Hele trucs en hele politiemethodiek wordt ontwikkeld om deze krachten te vinden. Dus in een bepaalde opzicht is dat ook wat heel veel vrouwen doen op dagelijks basis. Het kwaad bestrijden door zichzelf op een bepaalde manier aan te kleden. Nou, op zich denk je goed advies van Linde. Maar vervolgens ga je naar Linde's eigen website. Zoals ik al zei, zij is een van de eerste tijdschriften die de boerkaverbod op haar website heeft geplaatst. Met daaronder de bevindingen van Giet Wilders. Alsof Giet Wilders een soort, een soort ja, stem is van heel Nederland. Ze kiest ervoor om zijn Twitter daar te plaatsen op haar website in plaats van specific codes van andere mensen. Nee, die vergeet wil, dus die krijgt alle ruimte en die wordt daar geplaatst met Twitter en al. En zijn ideeën, gedachten, gevoelens en hoe die dat viert, noem maar op. Dus waar Linda staat, dat houdt ze nog in het midden. Vervolgens ga je dus kijken naar haar eigen website en dan nadat ze deze uitspraak maakt over. Uh, uh, hoe zij opkomt voor de vrouw en uh, noem maar op... legt zij daar op bed, zo goed als naakt, met daaronder een prijs. Dit is mijn lijf, daaronder een prijs van... voor die prijs kan je mijn lijf bekijken. Dit is even, dit is even kort door de bocht gezegd, het signaal... wat je ziet als man, als je dit zo ziet op haar website. Dit is de vorm waarin zij voor kiest om haar website... haar vrouw zijn en zoals zij dat ziet, haar strijd voor vrouwenrechten... Om dat te presenteren aan de wereld. En ik moet je eerlijk zeggen, het is, het is heel triest en dubbel. Wat ik hier zie is alles behalve een oproep en een uitnodiging om de vrouw gelijkwaardig te zien. Hier is nog altijd de vrouw die zichzelf geeft als een soort snoepje. Kijk mij, ik ben jouw toetje, ik ben jouw snoepje. Jij bent die, die, die stoere, sterke man, maar ik ben dat, dat soft, gentle seks. Ik ben dat snoepje hier tussen de lakens, dit is waar ik voor dien. Dat is, het, dat is de boodschap die ik eruit haal. Dat is ook wat ik zie. Dus Linda, misschien moet je toch echt aan een andere manier, andere vorm denken over hoe jij het beste jouw strijd aan de wereld wil laten zien voor gelijke rechten voor de vrouwen. Want zoals je dat nu nog doet, zo op bed tussen de lakens, zet je de vrouw nog altijd in de, in de positie waarin de meeste mannen waarschijnlijk waarvan jij denkt dat je tegen ze vecht, tegen hun ideeën, jij geeft ze nog gelijk. Hier ben ik de vrouw. Ik ben goed voor tussen de lakens, in je huis. Ik, ik ben jouw speeltje, ik, ik, ik ben er voor jouw lusten en voor de rest geen intellectualiteit. Ik ben niet jouw gelijke. Dus reconsider wat voor boodschap je wil uh, zenden aan de wereld. Vanuit, vanuit dat oogpunt, vanuit dat standpunt wat ik hier zie, snap ik dat jij de uitspraak van Geert Wilders het toneel geeft om te vertellen hoe fijn het hij vindt dat de burka verbod hier is. Zoals we gezegd hebben, een tweede groep die steun geeft aan het boerka is de ChristenUnie. Die is er ook al een hele lange tijd mee bezig. Ook zoals we kunnen zien op de website van deze dame. En zoals ik al zei, hypocrieten zijn er heel veel. Ze kan wel zeggen van, ik ben van de ChristenUnie, een vrouw van God, ik heb een God, ik mag niet vals getuigen, noem maar op, al die dingen die je leest in de Bijbel. Maar hier is ook een vrouw van bla bla, mooie praatjes en voor de rest... Het is handel, politiek is handel, je kan niet gelovig zijn en in de politiek zitten, onmogelijk. Je bent aan het handelen, je bent een merchant als je politiek uh, bezig bent, als dat, als dat het is waar je geld van verdient. Je moet water bij, de, bij doen, je moet kopen en verkopen en that's it. Hier zegt ze in een van die mooie deftige zinnen die mensen in de politiek af en toe eruit uh, kraaien uit hun nek. Ik heb mee mogen onderhandelen over het regeerakkoord. Er zijn veel passages die ik hier zou kunnen citeren. Maar een zin die mij uit het hart is gegrepen, staat in de inleiding. We zijn voor verschillen, maar tegen tegenstellingen, zegt deze dame. Voor verschillen, maar tegen tegenstellingen. Laat ik jullie artikel 6 zien van de grondwet. Dit is artikel 6 van de grondwet. Ja? Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, dus niet alleen maar godsdienst, maar ook je levensovertuiging. Met andere woorden, je, life, je leefstijl, lifestyle, of je levensovertuiging individueel of in gemeenschap met anderen. Individueel of in gemeenschap met anderen. En wanneer je spreekt over gemeenschap, betekent dat dat niet alleen maar in je huis is, maar ook daarbuiten, want je gemeenschap leeft niet bij jou. Daar is geen huis te, te, te groot genoeg voor. Gemeenschap is een gemeenschap. Dat is een stukje in de samenleving. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te beleiden. Vrij te beleiden. Ja? En voor de rest, als je gaat inzoomen, noem maar op, zonder dat iemand daar last van heeft, noem maar op, Dat kan ik me nog bij voorstellen. Maar je bent vrij om te beleiden. Dat is ook wat deze dames met burkas doen. Ze beleiden hun levensovertuiging, hun godsdienst, op de manier waarop zij dat vinden. Daar zijn ze vrij in. Artikel 6 geeft ze die vrijheid. En toch mag dat niet meer. En dan zegt deze dame, deze Carole van de ChristenUnie, ze was die, die, uh, uh, van de ChristenUnie, ze heeft nu volgens mij een ander portefeuille gekregen. En dan zegt ze van, ik ben vol verschillen, maar tegen tegenstellingen. En ik zeg... Ga die praatjes maar verkopen aan anderen en niet aan ons. Dit is dat hypocrisme waar ik het over heb. Dit is waarom ik denk: van luister, racist, in welke positie je ook bent, vertel ons gewoon, wij mogen jullie niet als moslims. Punt. Bedenk geen charades. Ga niet in Den Haag op een stoel zitten en zeggen: van ik doe hier alleen maar wat de wet van me verwacht, want ik ben een politicus. Schuil je niet achter je functies aan allerlei uh, boeken en rechten wat je naar nou ons smijt. Want jij doet niet wat jouw grondrecht preekt. Je, je preekt niet wat je moet doen, laat ik het zo zeggen. Hetgene wat je hoort te doen en hetgene wat je doet is tegenstrijdig. En dus ben je hypocriet. En toch probeer je het zodanig te verkopen dat jij gelijk hebt. Jij bent de valse profeet onder de politicus. Daar is een grondwet, dat is het Heilige Boek. Maar de manier waarop jij dat toepast is zo fout en staat zo ver van het grondwet. Maar nogmaals, de ChristenUnie, deze Carolus Schouten, is er al mee bezig sinds november 2016. Minstens, maar ik heb andere berichten gevonden vanuit 2014, waarin politieke partijen toen al bezig zijn om islam te onderdrukken in Nederland. Om de moslims letterlijk tot een tweede rang burger te maken. En het gaat me nogmaals niet om de boerka. Het gaat me niet om de boerka. Ik, ik als moslim, als Marokkaans moslim, heb ook familieleden die zeggen: we vinden de boerka bedreigend. Zeker als we op een vliegveld staan om naar Marokko te gaan, staan er soms vier, vijf burka vrouwen bij elkaar en ze worden vaak niet eens gefouilleerd. Vinden we, de, ons hart klopt soms in onze in ons keel. Niet eens in onze keel, soms klopt die in ons mondholte. Zo bang zijn we, omdat we niet weten wie eronder zit. Het gaat, niet, het gaat om de mate waarin. Iets gecontroleerd wordt. Het gaat ook de mate waarin iets afgeschaft wordt. In plaats van afschaffen, doe controles. In plaats van afschaffen, doe controles. Je hebt ook de coffeeshops hier in Amsterdam. Je kan zeggen, ik schaf alle coffeeshops af. Of je kan zeggen, ik controleer of wat daar gebeurd is, gereguleerd is en in mate uh, uh, gehandeld wordt in, in, in hoe uh, uh, noem je dat, uh, maroëne en joint en al die rotzooi wat mensen willen roken. In dit geval wordt ervoor gekozen om niet extreem te gaan en af te schaffen, maar om te zeggen, nee, we moeten het hebben van controle en extra controle en regulations. Hetzelfde hadden ze moeten doen bij de burka. We gaan het niet afschaffen, want het is onderdeel van iemands geloof. We gaan het extra controleren. Dan was het wat anders. Maar afschaffen betekent van je geniet ervan om iemand zijn grond... Wet gegeven recht af te pakken. Waarom? Dat moet dan een ander uh, motief hebben. Dat kan niet anders. En die motief is voor mij haat en racisme. heeft niks te maken met veiligheid. Veiligheid had op een andere manier opgelost kunnen worden. Deze dame van de ChristenUnie, deze zeer slechte dame, met een heel slechte hart, vermomd als lammetje maar eigenlijk is ze een wolf, die gaat nog verder en die zegt, dit is geen gemakkelijk afweging. Geen gemakkelijk ach. Dame, toch? Je bent zo godvrezend en je doet je best om het beste voor iedereen vrij te krijgen. De komst van de islam in Nederland heeft ons voor nieuwe maatschappelijke vraagstukken geplaatst. Dus dit probleem van de boelken gezichtsbedekken, dat kent ze niet als christen, zegt ze. Dat is wat ze zegt. Als wij als christenen. Judeo-Christian cultuur, als christenen, wij kennen dit niet. Maar door de komst van de islam in Nederland is het opeens een probleem, zegt ze. Dat is, wat, dat is al, daar ben je al mensen aan het programmeren. Islam is een probleem. Dan zet je de islam al neer als een probleem en je, trekt, je, je vecht je eigen straat schoon. Door de komst van de islam in Nederland, zegt ze in haar uitspraak, in haar interview, in haar artikel op haar website. Dus gezichtsbedekken is alleen een probleem vanuit de islam, zegt ze. Maar, ik ga deze dame onderuit halen en krijgt een koekje van eigen deeg vanuit haar eigen geloof, wat gezichtsbedekken steunt. Dus, hoe kan zij van de ChristenUnie zijn, terwijl ze de Bijbel niet eens kent? Deze dame kent haar eigen Bijbel niet, maar ze noemt zichzelf lid van de ChristenUnie. Weet je waar deze dame, wat deze dame is? Deze dame is wat benoemd is, de christenen die benoemd zijn in Matthäus 7 vers 21. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelsvader. Deze dame die zegt wel Heer, Heer Jezus, maar ze kent het christelijk geloof kent ze niet. De Bijbel kent ze niet, maar ook niet wat Jezus wil en vraagt van zijn dames die hem volgen. En deze dame is een christelijke dame. Dat is een dame die de wil van Jezus moet opvolgen zoals hij wil dat een vrouw zich gedraagt. Het heeft niks alleen maar te maken met islam. De komst van islam. De komst van islam. is de komst van de christelijke geloof hier in Europa. Is ook hetzelfde als de islam. En de joods geloven hem op. Matthäus. Matthäus 5. begin bij vers 27. Ook weer vanuit de christelijke Bijbel. Voor deze, la, laten we de christenen onderwijzen. Want heel veel christenen zijn misleid. Die zijn misleid. Die zijn voor de gek gehouden. Het is heel zielig. Dit soort leiders die zich. Zelf bombarderen tot Christi-Uni-leiders geven de indruk aan de christenen dat ze veilig zijn. Jij als christenen volg mij, ik ben veilig, want ik wil wat jij wil. We hebben dezelfde God, dezelfde wil. Maar ze worden voor de gek gehouden. De christelijke burgers worden voor de gek gehouden door dit soort troep, die zichzelf christen noemt, maar ze snappen de Bijbel niet, ze hebben hem nooit gelezen. Want wat zegt de Bijbel, de christelijke Bijbel? Matthäus 5, vers 27. Wat zegt Jezus? Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, met andere woorden, tegen de Joden in de Torah. Jullie hebben gehoord dat er al gezegd is. Het is al gepasseerd. Met andere woorden, voor de Joden, de Torah. Hiermee wordt twee vogels geslagen met één steen. Dus zowel de Joden moeten, de vrouwen moeten zichzelf handig gedragen en bedekken, als de christelijke dames. Hier zegt Jezus nogmaals, zegt hij Matthäus 5, vers 27. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, pleeg geen overspel. Pleeg geen overspel. En ik zeg zelfs, Jezus zegt: Ik ga nog verder. Ik maak het nog extreem dan, dan de Torah. Ik ga nog verder. Ik maak het nog extreem. En ik, Jezus dus, zeg zelf: Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Dus jij die naar een vrouw kijkt op afstand, alleen maar doordat je het vrouwelijk lichaam ziet, heb je al gezondigd? Zodra je naar een vrouw kijkt, zij is mooi, strekt je aan, ook al ben je tien kilometer vandaan, maar je kijkt naar haar met een, een verder kijken, heb je al gezondigd? Is dat al zonde in het christelijk geloof? Met andere woorden, het vrouwelijke lichaam, ook al leg je er niet mee in bed, is al een zonde om naar te kijken, en dus zou je als christelijk vrouw de risico voor deze zonde? Om, om die geboren te worden op de wereld, zou je jezelf moeten bedekken. Dat is wat jouw Jezus, jouw Heer, tegen jou zegt als christelijk vrouw. Bedek jezelf. Deze dame, deze Carolus Gouten, die als vanuit de ChristenUnie heeft gezegd, gezichtsbedekkende kleding, burka, noem maar op, is een probleem geworden, omdat islam het meebracht naar Nederland, nogmaals, snapt haar eigen geloof niet. Wat doet ze binnen de ChristenUnie, vraag ik me af. Daar staat ze. Heel vrolijk met leefstift en de tanden die eruit steken, het haar los, noem maar op. Christen dame, haar los. Wat zegt jou Jezus tegen jou in 1 Korintiërs, 1 Korintiërs, 1 Korintiërs. Wat zegt hij? Laten we bijvoorbeeld gaan kijken. Vers 6. Een vrouw die haar, haar, die, een vrouw die haar hoofd niet bedekt, kan zich maar beter laten kaalknippen. Wanneer ze dat een schande vindt, moet ze haar hoofd bedekken. Dus, jij als christelijke vrouw moet je haar bedekken of je moet je kaalscheren. Ik zie geen een van jou van die twee. Maar jij bent van de ChristenUnie en jij vindt de islam een probleem met kledingvoorschriften en hoe een vrouw zich moet gedragen, maar jij bent jouw eigen geloof vergeten hierin en wat Jezus van jou wil. Je bent een hypocriet. Deze Carolus Schouten, mevrouw van de ChristenUnie, die zegt ook, deze opvattingen over kledingvoorschriften vanuit de islam staan haaks op mijn opvattingen als christen. Oh ja, jouw christelijke Bijbel, het Nieuwe Testament, begint nadat je de vijf boeken van Mozes hebt gelezen. Jouw christelijke Bijbel, die begint laat. Je krijgt eerst het Oude Testament, de vijf boeken van Mozes. Dus de Torah, het geloof van de Joden, ben jij verplicht te erkennen, te aanvaarden, te accepteren. En hier zie jij, jij als christelijke vrouw, mevrouw Carola, hier zie je op de achtergrond een, Christel, een joods bruid die zichzelf bedekt. Dat niet alleen, ze haalt de scheiding op, want ze komt vanuit de vrouwenkant. Achter die muur zitten de vrouwen, gescheiden van de mannen. Dat zijn allemaal joods vrouwen daarachter, joods vrouwen. Die zitten apart met een wand ertussen. Deze bruid, die moest naar haar bruidegom komen, dus die verlaat de vrouwensectie, ze heft de muur op, ze komt eruit en de vrouw blijft nog altijd afgezonderd van de mannen daarachter. En als zij naar de mannen komt, is zij bedekt helemaal. Joods vrouw, hier zit ze, geniet ervan. Dus kom niet met jouw hypocriet, duivelspraatjes, waardoor je alleen, niet alleen maar uh, 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 moslims misleidt, maar ook jouw eigen mensen, jouw eigen christelijke mensen misleidt je. Hier zijn ze. Jij als christelijke dame hoort jezelf te bedekken. Niet zomaar. Dus hoezo door de komst van Islam in Nederland? Waarom ben je zo'n hypocriet? Waarom zijn jullie zo duivels? Waarom kunnen jullie niet de waarheid vertellen? Ook over jullie eigen God en jullie eigen geloof en jullie eigen kledingvoorschriften. Hier in deze Westens-Judeo-Christian samenleving waarin we leven: het Westen. Daar op de lijst nummer 2: Isaac. Eigenlijk alle profeten wat je hier ziet zijn. Voor jou, wat jou betreft, als christelijke dame, als christelijke persoon, zijn het Joodse profeten die jij moet volgen. Jij moet ze volgen, want dat zijn de voorouders van jouw God Jezus. Zoals je hier ziet in Matthäus en in Luke. Luke heeft er ook een, een, een schets van gemaakt van de voorouders van Jezus. Hoewel jullie, dat is weer de tegenstrijdigheid van de christenen: hij is de zoon van God, maar hij heeft honderdduizend grootouders en voorouders. Dit is een van die lijsten wat leidt uiteindelijk tot Jezus, waaronder Isaac dicht trouwt is met Rebekka. En Rebecca was een dame die zichzelf bedekte met een sluier over haar gezicht. Dat kan je lezen in Genesis. Rebekka was helemaal bedekt toen ze naar Isaac kwam. Op nummer 4 heb je Judah en Tamar. Ook weer zo'n verschrikkelijk verhaal. Judah, een van de profeten, heeft seks met zijn schoondochter. Het was zijn het, het was ex-schoondochter, want de zonen waar ze mee trouwden, gingen allebei dood. En ze stonden op de lijst om met zijn jongste zoon te trouwen. Was het niet dat deze Judas zijn belofte niet nakwam en ging vluchten. Zij ging hem volgen, had zich helemaal bedekt. Ze had zich helemaal bedekt. Hij dacht dat ze een prostituee was en hij had seks met haar. Dit is wat de, de, de Bijbel vertelt. Had seks met haar. Daaruit zijn de tweelingen ontstaan, die peres onder andere, die zijn uiteindelijk ook onderdeel van de grootouderslijst van Jezus. Dit is dus waar de zoon van God uit is ontstaan. Incest, seks en, en dit soort rare seksuele contacten. Maar dat is even bijzaak. Tamar was bedekt, helemaal, toen dit gebeurde. En Joden hebben in hun cultuur wat ze noemen de Mishnah. De Mishnah. Daar staat ook weer voorgeschreven hoe een bruid, nogmaals een dame, zichzelf hoort te bedekken. Hoort te bedekken. En ik zit net te vertellen: jij als christelijke dame kan jezelf niet loskoppelen van het joods geloof. Dat mag niet, dat zegt ook Jezus in Matthäus. Jij als christenen kan niet zeggen: ik weiger het joods geloof. Wat je ook van de joden vindt, je moet hun geloof volgen, dat niet alleen. Toen Mozes van de berg kwam nadat hij contact had met God, had hij de goddelijke glorie, het licht van God, had hij geabsorbeerd en hij moest zichzelf bedekken. Ook zijn gezicht, inclusief alles, bedekken. Want het licht van God was te veel voor de anderen. Hij moest zichzelf bedekken. Dat is een van de redenen waarom de rabbijnen nog steeds zo'n doek dragen over hun heen. Verder zegt deze dame van de ChristenUnie. Vooral haar persoonlijke mening. Ik kan me niet voorstellen dat. Ik ben niet opgevoed met dat. Dat vind ik leuk. Dat vind ik niet passen bij me. Dat vind ik... Maar wat zegt jouw Bijbel? Ook weer teruggaan in jouw Bijbel. Spreuken 31. Schin, de bevalligheid is bedrog. De bevalligheid is bedrog. En de schoonheid, ijdelheid. Maar een vrouw die den Heere vreest, die zal geprezen worden. Met andere woorden, wees niet te veel bezig met je charme, je haartje wat je losmaakt, je krulletjes, je lipstiftje wat je tegen je lippen drukt. Dat betekent bij God helemaal niets, ook weer vanuit jouw Bijbel. En dat is wat deze dames willen met, met Burka. Die willen niet mooi zijn, die willen niet mooi gevonden worden. Dat is niet jouw probleem. Dat is waar ze voor kiezen. Jij hoort het te accepteren. Maar ook dit vertel je niet als Christenunie tegen jullie christenen, de christelijke cultuur hier. En dan kom je mij vertellen, met de komst van islam in Nederland is alles veranderd. Je moet je eigen heilige boek kennen man, dit, dit is de grootste afknapper die ik zie bij gelovige mensen. Bij, vooral christenen, roepen van alles islam is dit, islam is dat, terwijl als je naar je eigen boek kijkt, dan vind je het dubbele en het dubbele en dwars daarvan. In de Bijbel, ook weer, het Oude Testament, lees je over Tamar, ook weer, waar ik al eerder over heb verteld. De dochter van David, de dochter van David, koning David. En deze is heel belangrijk voor de christenen ook. Want als jullie God naar aarde komt in de tempel, gaat hij op die troon zitten, waar David op heeft gezeten. Zijn dochter is verkracht door haar halfbroer. Waarom? Omdat ze met hem alleen was in de kamer. Waarom? Omdat hij haar zo mooi vond. Waarom? Omdat hij haar kon zien, haar, haar schoonheid. Dus ook vanuit jodendom, vanuit christelijk geloof, hoor je als dame a. nooit alleen te zijn met een man in een kamer, b. je schoonheid vooral te verbergen. Dat is, dat, dat is de kloof. Al die Joodse verhalen, al die Joodse kledingvoorschriften, daar mag jij als christen en als christi-Unie niet mee breken. Dat heeft jouw God Jezus gezegd in Matthäus 5. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet. De wet daarmee wordt, dat is algemeen bekend. Dat is direct. Dat is de Torah. Allah, de, de wet van God. Geboden van God. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Jij als dame van de ChristenUnie, jullie als christenen, moeten niet blij zijn. Moeten niet gaan klappen voor jullie achterlijke Geert Wilders. Die jullie allemaal misleidt en naar een soort kermis meeneemt. Van klappen in elkaar, want Geert Wilders, hier ben ik. En het kabinet, die krijgt het voor elkaar om islam af te schaffen. Om de kledingvoorschrift van de islam af te schaffen. Want daarmee brokkel je ook af van jouw geloof. Want we zijn één. De drie eenheid, dat is het Jodendom, Christendom en de islam. De Abraham geloofde, de kinderen van Abraham. Dat ze nu de islam opzij zetten. betekent dat jij de volgende aan de buurt bent. Jood en Christen. Jullie zijn de volgende aan de buurt. Dus klap niet te snel, wees niet te blij. Want wat ze gedaan hebben. is ook een einde gemaakt aan jouw voorschriften. zoals ik dat hier zit te vertellen. zoals dat moet van jouw God, de God van de Joden en van Jezus. Ik zit het hier te vertellen en ik laat jullie de bewijzen zien. vanuit jullie eigen Torah en eigen Nieuw Testament. Dus waarvoor ben je eigenlijk blij? Als Judeo-Christian, Westers cultuur iemand, waarvoor ben je blij? Waar klap je eigenlijk voor? En voor het geval dat jij jezelf voor de gek houdt door te zeggen: van ja, grote lijnen. Ja, wij zijn verder. Wij zijn modern. Grote lijnen. Ja, moeten we nog dit soort voorschriften en dat is allemaal de wet? Nee, ja, je moet. Christen-Unie, je moet. Dit is wat Matthäus, Jezus zegt in Matthäus 5, vers 1. 18. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elk jotta, ik hoop dat ik het goed uitspreek, dus alles, elk titel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Elk jotta, weet je wat een jotta is? Dat kennen wij ook in het Arabisch. Die leestekens, die kleine leestekens die je ziet, wat bepaalt hoe een letter wordt uitgesproken. De hemze, de fetha, de shedda, dat hebben de Joden ook. Zoiets ongeveer. Zelfs dat mag je niet veranderen. Alles moet blijven zoals het is en je moet alles opvolgen. Dus kom vandaag de dag niet mij vertellen als christi van: hé, hey, wat jullie doen is anders, wij hebben een ander geloof, Jezus heeft het voor ons makkelijk gemaakt. Jezus heeft niets makkelijk gemaakt. Die heeft het alleen maar verergerd. Boven al die regels die de Joden hadden, zegt Jezus: kom ik met mijn regels en ik hou ook de regels van de Joden in stand. Matthäus 5 vers 17, niet mijn woorden, de woorden van jou Heer Jezus. Snap je? Dus dat, dat de islam nu, zoals uh, uh, de eerste reactie is, de de-islamisering de in Nederland, zoals dat gebeurt, wees niet te blij Joden en Christenen, jullie zijn de volgende aan de buurt, want jullie missen nu al een stuk. Doordat islam zo tegengewerkt wordt, wat overeenkomt met jullie geloof ook in de voorschriften, ben je eigenlijk een stuk aan het verliezen. Jij denkt dat je vast grond hebt, maar ondertussen wordt er onder jouw grond, wordt er al graven, tot je inzakt. Die zijn de volgende aan de beurt. Mocht je nog twijfels hebben, lees Matthäus 5, vers 19. Wie dus ook maar een van de kleinsten van deze gebo geboden afschaft. De kleinsten van deze geboden afschaft. En aan anderen leert datzelfde te doen. Dat is dus wat Geert Wilders doet. Schaf islam, schaf burka, schaf geloof, schaf uh, respect voor God, schaf, schaf, schaf. Alles wordt afgeschaft. En hij leert dat ook aan jullie. Hij is jullie aan het mislaan. hij is de duivel, reincarnated. En ook deze mensen van de Christenunie. Schaf alles, schaf, schaf fatsoen, is wat ze zeggen. Wat zegt Jezus hierover in Matthäus 5, vers 19? Wie dat doet, het kleinste daarvan afschaft. En ik heb jullie net verteld, de burka hebben, hebben de Joden ook. Rebecca, Tamara, noem maar op de uh, Joodse bruiden wat ik jullie heb laten zien... Mozes die zichzelf bedekt... zijn gezicht bedekt... dat moeten de christenen geloven... dus hier praat ik nog steeds over... wanneer je daaraan gaat brokkelen... aan het kleinste zegt Jezus... en mensen dat ook nog leert... en dat is, dat is wat er nu gebeurt in de, in de politiek... en daar klappen vooral de ChristenUnie... en de christelijke partijen klappen daar extra hard voor... besnap waar je mee bezig bent... het is niet de islam wat deze dame van de ChristenUnie zei... Deze, deze Carla... met haar mooie haartjes... Van, door de komst van islam in Nederland, door de, dat, le, dat, dat hoor ik al jaren, door de komst van islam in Nederland. Wat zijn jullie voor achterlijke mensen? Jullie snappen de eigen Judeo-Christian cultuur niet eens. Weet je wat ook heel veel christelijke collega's tegen me zeggen als ze het over geloof hebben? Ja, maar de islam wil niet ontwikkelen. De islam wil niet modern worden. Op gebied waarvan moeten de vrouwen hun borsten gaan laten hangen? Zie jij dat als een ontwikkeling? Is dat wat je ziet als een ontwikkeling? Moet de vrouw nu haar borsten laten hangen als een soort uier van een geit? Is dat, is dat civilized? Wat zijn jullie voor apen, man? Wat, wat zijn jullie voor chimpansees? Zonder kleding willen jullie leven. Wat is dit? Sinds wanneer is dat modern? Dit is achteruitgang, niet vooruitgang. Als een vrouw zich wil bedekken, heb ik daar respect voor. Dat ze de discipline heeft om zichzelf te bedekken. We willen geen chimpansees zijn met, met hangende melktepels. We willen vrouwen zijn, we willen civilized mensen zijn. Geen chimpansees in, in, in de artis hier in Amsterdam. En dan is islam achterlijk? Heel veel christenen, hypocrieten, hypocriete christenen. Heel veel christenen zeggen: Ja, ja, maar ons christelijk geloof heeft een, een ontwikkeling doorgemaakt. Ons christelijk geloof heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Bullshit, onzin. Hypocrieten, jullie zijn hypocrieten. Dit is wat je leest in Hebreeën. 18 Vers 8 Jezus Christus blijft dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Blijft Jezus dezelfde? Jezus staat voor het christelijk geloof voor jullie. Het christelijk geloof mag dus niet veranderen. Punt. Hebreeën hoofdstuk 18 vers 8. Jezus Christus blijft hetzelfde gisteren, vandaag en morgen tot in de eeuwigheid. Jouw christelijk geloof mag niet veranderen. Wanneer je dat wel verandert en modern maakt, zodat de politiek het accepteert, ben je fout bezig, ben je losgeraakt van Jezus. Ik praat nu tegen jou als christen. Die klapt voor Geet Wilders. Christenen zijn, zijn al, altijd al, in Afrika, in Azië, overal in Marokko, overal Afrika noem maar op, zijn ze bezig om moslims te bekeren met allerlei trucjes en praktijken. Hier, Amerikaanse website. Is geld aan het inzamelen en het loopt in de miljoenen. Waarom? Omdat ze de moslims in Indonesië en Azië willen bekeren naar het christelijk geloof. Als voorbeeld laat ze een dame hier, een foto van een keurige dame, keurig gekleed, netjes bedekt, dom maar op, laat ze dat zien. Wat wil je aan deze dame veranderen? Jij als christenen, zij is een moslima. Waarom is dit fout wat ze hier doet? Dit is een beschaafde dame, bedekt zichzelf, precies zoals jullie Rebecca, de dame van Isaac, waar jullie Jezus uit ge wordt geboren, generaties later. Ze doet dat. Jullie Maria, in elke katholieke kerk is ze bedekt als een soort voddenpop. Helemaal bedekt tot aan de tenen, alles. Dat doet deze moslima. De nonnen bedekken zichzelf, dat doet deze moslima. Wat wil je aan haar veranderen? Hoezo is ze nog niet goed genoeg voor jullie? Jullie moeten van haar leren, niet zij van jullie. Vergis je niet. Deze video gaat niet over mijn mening over de burka. Deze video gaat niet over het verdedigen van het wel of niet dragen van de burka. Deze video gaat over het confronteren van de huichelende christenen in dit land. Die zeggen dat de islam zo anders is. Dat de moslims vrouwen zo anders zijn in hun kledingvoorschriften, terwijl hun eigen Torah en de christelijke Bijbel niets anders voorschrijft als wat de moslimvrouwen doen. Dat moeten de, de Joodse vrouwen en de christelijke vrouwen ook doen. Vanuit die gedachtegang is ook het Westen ontstaan. Het is een Judeo-Christian. Civilization, cultuur. Zo is het ontstaan. Het is, dat is de baarmoeder waar het Westen uit is geboren. Dus, hoezo is islam zo anders? Dat is wat ik probeer te vertellen. Wees niet zo, zulke huilgelaars. Wees niet zulke hypocrieten. Dat is één. Twee, we hebben artikel 1 en we hebben artikel 6. Waarom geldt die opeens niet meer voor de moslims vrouwen Dat is waar het mij om gaat. De hypocrite, het hypocriete gedrag van jullie. Dat is, waar, dat is waar ik zo van moet kotsen, dat is waar ik misselijk van word, het maakt me misselijk, maakt me misselijk. Dat is het, en wat ik van de boelka vind of niet vind, dat is mijn eigen mening. Dat heb ik al eerder in het verleden een video over gemaakt en ik zal de link hier beneden zetten, als je wil weten wat ik daarover te zeggen heb. Het is in het Engels, als je geen Engels spreekt, sorry. Zo, ik laat het hierbij jongens, ik ben echt uh, uren bezig. Af en toe trek ik niet, dan moet ik gewoon een pauze inlassen. Even dutten, even liggen. En dan weer terug om dit af te maken. Ik heb nu totaal, met alle pauzes, een uur met jullie gedeeld. En ik heb nog steeds het idee dat ik niet duidelijk heb kunnen maken hoe erg ik walg van de, de double, double standard. van de dubbelmaten waarmee gemeten wordt, hoe erg ik daarvan walg. Hypocrite duivelspolitiek. Ik laat het hierbij. Heb je begrepen wat ik probeer te vertellen? Dan heb je het begrepen. Heb je het niet begrepen? Dan zul je het niet begrijpen. Wil je het niet begrijpen? Prima. Laten we afspreken met elkaar dat het oké okay is om andere meningen te hebben. De politiek heeft op dit moment de meerderheid een andere mening. Ik heb een andere mening. Dat moet allemaal kunnen als we hier echt democratie hebben in Nederland zonder dat het gevolg heeft voor elkaar. Dat is wat ik gedaan heb. Iemand moet namens deze vrouwen spreken. Natuurlijk kunnen ze dat zelf. Perfect. Vanochtend nog zag ik een dame op AT5 met een Nika. Perfect Nederlands. Heel mooi. Heel slimme dame. Heeft ook de wet erbij gehaald en alles. Dus dat kunnen ze zelf. Maar het, ik voel me ook geroepen om hen ook te steunen. In hun vrijheid. Maakt niet uit wat ik van de boerka vind. In hun vrijheid. Wat ook ondersteund wordt vanuit de Nederlandse wet. Anyway. Vrede zijn met jullie allemaal. Met ons, dat we in vrede mogen leven, hou, hou vast aan je geloof. Welk geloof het ook is, joods, christen, moslim, boeddhist. Als je vindt dat je daar een goed mens van wordt, houd daaraan vast. En tegen de moslims vooral wil ik zeggen: hou vast aan geloof. Ik ga nog liever dood dan dat ik mijn islam opgeef. Ten koste van wat. Al moet ik alles verpesten, al moet ik alles kwijtraken, al moet ik op een eiland gaan wonen met onder een palmboom, op, op zand en water om me heen, voor de rest niks. I don't care. Ik blijf moslim. En ik zal doodgaan als moslim, inshallah.